opvallen. Het is nu gewoon klaar. Gelukkig ziet iedereen nu in dat het gewoon nu echt klaar is en dat het gewoon nu moet. Het is over. We willen ons loon. We willen kunnen blijven genieten. Maar ook van de kinderen willen we blijven genieten. En dat is gewoon, ja, het is gewoon geweldig werk. Bianca is buschauffeur en brengt elke morgen kinderen met een beperking naar school. Waardevol werk en ze is bang om dat werk te verliezen. Vooral ook voor de kinderen. Die kindjes hebben je nodig, die kindjes hebben een vast gezicht nodig. Die kindjes die vertrouwen op je en die willen gewoon zeker weten dat je er bent. Als de plannen doorgaan, komt er na de zomer een nieuw bedrijf dat het leerlingenvervoer gaat regelen. Maar of Bianca daar aan de slag kan, is nog maar de vraag. Tijd dus voor actie. Op het stadhuis werd de wethouder op het matje geroepen. U bent degene die voor ons op moet komen. U zou voor ons moeten strijden. U zou de nieuwe vervoerder moeten dwingen om degene die de afgelopen jaren met zoveel liefde, inzet, dit werk hebben gedaan te behouden. Helaas voor de buschauffeurs kon wethouder Ben Blonk vandaag geen toezeggingen doen. Pas 27 juni is er meer duidelijk over de toekomst van het leerlingenvervoer. Dat is voor de actievoerders te laat. Ze leggen woensdag het werk neer. Ja, helaas wel. Maar ja, we hebben het een jaar. Hebben we het kunnen voorkomen. Een jaar zijn we gewoon door gaan rijden. En nu kunnen we niet meer anders. Het is klaar nu. We willen gewoon echt, we willen waar we recht op hebben. En dat is alles. Geen gouden bergen, gewoon ons contract terug. That's it. Actie! Actie! Actie!